De Inter-American Development Bank, IDB, organiseerde vandaag in de Royal Ballroom van Hotel Torarica een aanbestedingsbeurs. Deze unieke beurs voor individuele consultants en bedrijven is opgezet voor het uitwisselen van informatie en het creëren van business opportunities in Suriname. De aanbestedingsbeurs is een eendaags event dat als doel heeft toekomstige handelspartners te ontmoeten die geïnteresseerd zijn in IDB gefinancierde projecten in Suriname. Ook biedt deze beurs de handelspartners investeringsmogelijkheden via. Ook kunnen zij kennis maken met het IDB aanbestedingsbeleid en de procedures. Suzanne Ramadin, vertegenwoordiger van Handel en Industrie, ging in op de projecten en doelstellingen van het ministerie van HI. Project overview, project objectives, project components en expected outcomes. Dit project is getekend in december 2014, maar de start-up is geweest in februari 2016. Het wordt uitgevoerd onder de Competitiveness Unit Suriname Kust, die valt binnen het ministerie van Handel en Industrie. Het is onderdeel van een policy-based program waarvan 15 miljoen in 2014 is ontvangen. En dit project is een reimbursable technical cooperation van 5 miljoen IDB-bijdrage en 2.775.740 US dollars overheidsbijdrage. De program objectives. Dit project heeft als doel het verhogen van participatie van de private sector en het verbeteren van toegevoegde waarde van de private sector in de economie. Dat zal gedaan worden door middel van een industrial policy die duurzame groei en diversificatie moet bewerkstelligen. Na de presentaties van de verschillende bedrijven konden de bezoekers zich terugtrekken naar de booths waar de bedrijven de nodige informatie verschaften. Wij spraken Sifra Thijm, vertegenwoordiger van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, over het programma van haar ministerie. Ons project heeft als doelstelling het brengen van hernieuwbare energie naar het binnenland. Zoals we allemaal weten heeft het binnenland te kampen met een gebrek aan elektriciteit. Meer vanwege de afstanden dat ze niet op het elektriciteitsnet aangesloten zijn. Een van de oplossingen is om hernieuwbare energie naar het binnenland te brengen. En dan heb ik het over solar, over hydro. En dat is eigenlijk meer de doelstelling van ons project. We hebben ook windmetingen gepland, dat is langs de kustvlakte, voor potentiële windfarms in de toekomst. Ook is het de bedoeling van dit project om door deze technologieën kostenbesparend te werken. Want nu onze energie dat nu opgewekt wordt, dat is door middel van dieselgeneratoren. De IDB heeft recent zowel op Barbados als op Trinidad en Tobago succesvol hetzelfde type beurs georganiseerd. De belangstelling voor deze eendaagse beurs was enorm.